Jorgen, het is Abbas hier vandaag met een nieuwe video, man, en welkom terug op mijn YouTube-kanaal. En je weet het, het is echt fucking lang geleden, maar ik doe dat ook altijd, en deze heb ik ook lang geleden, want ik blijf het zo'n beetje uitstellen, maar ik heb gezegd van nu is het moment, en we gaan er gewoon direct aan beginnen, unboxing video, een beetje een kleine review over de iPhone 7. Ik heb die gehad sinds release day, dus 16 september, 256 gigabyte, en jawel, de Jet Black, de meest zeldzame uitvoering die er momenteel is, want de wachttijd blijft 7 tot 12 weken. Niemand geraakt ook aan die gsm, maar je weet, ik ben Tabos, ik heb er alles voor over, dus voilà, bij deze. Het is ook een volledig nieuw toestel, ik heb hem ook gewoon niet gebruikt, omdat hij een beetje te scratchy is, maar ik ga er subiet op in. Dus voilà, zoals je kunt zien, die doos is heel simpel, wel enorm mooi, een volledig zwarte doos. Ja, de andere dozen zijn gewoon wit, zoals jullie kunnen zien, voilà. De Jet Black versie. En de oortjes en aan die oplaaiers. Ik ga dat gewoon terug sluiten. Want, ik moet jullie iets vertellen. Waarom zeg ik dat? Too scratchy. Dat is gewoon, oké, ik wil er geen case om doen. Puur omdat ik die schoonheid van die gsm niet wil verwaarlozen. Maar er komen gewoon krassen op. Het minste wat je doet, dat vind ik gewoon niet plezant. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn vriendin naar Brussel gegaan, dezelfde dag nog. En we zijn een nieuwe gsm gaan halen en ik heb hem nu in hand. Nog een iPhone 7, jawel. Maar deze keer de matzwarte. Dus ik blijf gewoon in het zwarte typen. Mijn voorkeur qua kleur blijft uitgaan naar die Jet Black. Die is gewoon het mooi. Allee, dat is gewoon de mooiste, ik zal het zo zeggen. Maar in deze ook echt waar. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Het matte komt er goed uit, voilà. Dus dat is ook echt enorm mooi. Die ligt ook gewoon leuk in de hand. Fucking snel ook. Nieuwe home button. Het is een virtuele klik. Oh. Voilà. Het is een virtuele klik. Voor de rest, ja, stereo speakers, gewoon super snel. Geen headphone jack meer zoals je kunt verwachten. Maar je krijgt zo'n gratis tussenstukje meegeleverd in de doos. Dus ik heb eigenlijk geen enkel probleem gehad. Ik ben er enorm blij mee. Fucking snel, zotte batterij. Wat kan ik nog positief zeggen? Het geluid is enorm goed. Dus zowel hier en van onder krijg je geluid. Dus zo een stereo effect. En mijn vriendin heeft ook een gsm, puur voor de kleuren nu. Mijn voorkeur blijft uitgaan naar de Jet Black. Maar mannen, als je... Ja, gaat dus wat ook voor de verkoop als je een nieuwe wilt. Is het altijd handig om toch ja, in een zo goed mogelijke staat te kunnen doorverkopen. Dus daarom, deze, ik weet dat ik er ging krassen of teuken of weet ik veel wat. En met dat, na een week had ik al krassen. En ik heb, je weet, ik ga er altijd goed mee om. En ja, er waren nog krassen op. Ik dacht van, hoe kan dat erop? Maar ja, dus, ik raad aan voor verkoop gewoon de matzwarte. Puur voor persoonlijkheid, looks, etc. De Jet Black One. Hoeveel looks ik naar mijn gsm heb gekregen. Van, what the fuck, ik ben gewoon een Jet Black en wawa. Maar dan nog, dit blijft ook zeldzaam. En zij is nu, je mag het aan mij geven. Ik zal het in de spiegel laten zien. Aan het filmen met een roze versie. Dus dan kunnen we ook zien, dat is de roze iPhone 7. Dus dan heb ik ineens mijn kop nog eens gezien. Puur voor de kleur, je ziet er ook niks veranderd qua vroeger, maar je hebt hier niet de strepen zoals je kunt zien. En ook allezelfde features dat ik heb gezegd. En daar zit de cameraman nu even te zien op mijn gsm, van heeft hem iets te verbergen. Maar ik heb niks te verbergen, mannen. Bij deze ga ik ook de video terug afsluiten. Ik kom zeker en vast nog meer terug, ook met harde Q&A's ingepland, etc. Dus vonden jullie deze leuk? Laat het nou in de comments. Blauw duimpje omhoog, ik zou zeggen zeker subscribe voor meer. Deze was wat als Tabas beter gezegd en ciao.